Ik zie een nieuw gezicht. Ja. En Nico Kruidenier zegt... dit is Nico Kruidenier. Heel de zwaargewichte visie gaat op zijn kop door deze jongen. Ja, in de gaten houden? Sowieso. Nou, je hoort het niet. Ik ben Redwan Amaru, ik ben 17 jaar. En ik vecht in de zwaargewichte divisie. Welke klas zit je nu? Ik zit nu in de C-klasse. En dan, ja, je wil natuurlijk snel door naar de B, naar de A? Ja, voor mij hoeft het niet allemaal te snel te gaan. Ik heb liever dat het allemaal rustig aan gaat. Dat ik even goede ervaring opdoe. En dat ik gewoon goed de A-klasse inkom. Niet de onervaren jongen zoals hij. Want bijvoorbeeld Jamal Ben Sadiq. Ik heb een tijdje met hem getraind. Alleen conditie. En hij zei zelf, ja, als ik het terug kon draaien, zou ik gewoon de C-klasse et cetera doen. Want hij heeft alles geskipt. Hij is in één keer A-klasse geworden. Maar jij bent nog zo jong, dus je hebt tijd. Ja, daarom. Het hoeft voor mij niet allemaal te snel te gaan. Natuurlijk niet te langzaam, maar ik moet wel mijn ervaring opdoen. Hoe lang zit je al bij Mike? Twee jaartjes nu. Twee jaartjes. Ik kwam 2,5 jaar geleden al. Maar toen was ik na een weekje was ik gestopt omdat ik pak slaag kreeg van de A-klasse. Ik wou meteen met de wedstrijdgroep meedoen. Maar ja, dat was niet het allerslimste wat je kon doen. En uiteindelijk kwam ik terug en heb ik het gewoon rustig opgebouwd bij de recreanten / nieuwelingen. En na twee maanden ben ik naar de professionals gegaan. Heb je hiervoor nog ergens anders getraind dan? Of? Ja, ik heb een tijdje op Vos Gym gezeten. Die zijn natuurlijk nu in samenwerking, maar ik trainde 3 keer in de week, 2 keer in de week. Het verschilde echt, maar ik heb het nooit echt serieus aangepakt. Heb je al een tijdje gedraaid? Ja, ik heb er 4 gedraaid. 2 gewonnen, 1 gelijk omslist en eentje verloren. En je volgende partij? Ik zal het niet weten. Het zal een van de aankomende maanden zijn. Ik had een hele lange blessure. Ik had een erge blessure in mijn nek. En ik zat er heel erg lang mee. Dus. Is goed. Heb je nog nieuwtjes voor ons? Of hoe kunnen we jou volgen op Facebook of social media, Instagram? R.Amaru, maar ik doe er niet zoveel op. Ik heb helemaal geen foto's staan. Je hebt nog geen likepage ook? Nee, ik hou niet van social media. Ik plaats niet al te veel. Ik heb liever dat ik gewoon in stilte ben. Dat zeg je niet zomaar. Precies, dus we gaan je ook zeker in de gaten houden. Wil je nog iets tegen je toekomstige fans zeggen? Blijf me in de gaten houden. Woes. Dank je wel.